Is Brussel op verkeersgebied de meest verwende stad van Europa of is het dat juist niet? Men mag wel zeggen dat er in en rond de Brusselse agglomeratie nu drie ringen zijn. Dit jaar werd de R7 viaduct over het kanaal en industriegebied van Vilvoorde volledig opengesteld. De bedoeling is dat het doorgaand verkeer niet door de stad moet. Dit prestigieuze werkstuk heet ook in het Frans Le Ring. Misschien omdat het voor het grote deel op Vlaams grondgebied loopt. De Vlaamse regering kiest dus voluit voor een verbreding van de Brusselse ring. En Stefan Meerbergen, ja, daar zat zowat heel Vlaanderen al heel lang op te wachten. Hè? Ja, Brussel en de ring behoren eigenlijk tot de meest verstopte delen van Europa. Dat kan je makkelijk constateren. De buitenring in Zellik bijvoorbeeld, daar staat men gemiddeld 8 uur per dag vast. De buitenring in Zaventem 6 uur. De intensiteit of de zwaarte van de files op de buitenring is de voorbije 5 jaar met 30% gestegen. En bij de binnenring zelfs 44%. Dus het was duidelijk, er moest iets gebeuren. Dan is men een aantal pistes gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld de piste van een tunnel of de piste van een dubbeldeksring zelfs. Dat is dat men onder de huidige ring een tunnel zou trekken of een viaduct erbovenop zou bouwen. Men is ook nagegaan of men die ring niet zou kunnen laten en meer investeren in bijvoorbeeld rekeningrijden of openbaar vervoer. En de laatste piste was het scheiden van het doorgaand en het lokaal verkeer. En het is die piste, Kathleen, die het uiteindelijk gehaald heeft. Ja, en hoe ziet dat plan er nu concreet uit? Ja. Men gaat eigenlijk vooral in dat noordelijke deel van die ring aanpassingen gaan aanvoeren in 3 zones. Hè. Je hebt tussen E40 richting kust en A12, daar gaat men 3 rijstroken doorgaand verkeer en 2 voor lokaal verkeer gaan aanleggen. Daarop volgend tussen A12 en E19 richting Antwerpen 3 rijstroken voor doorgaand verkeer, 1 voor lokaal verkeer. En tenslotte tussen E19 en E40 richting Leuven opnieuw 3 voor doorgaand verkeer en 2 voor lokaal verkeer. Dan heb je daartussen ook nog wisselaars waar je van vak kan veranderen. Nu, de filosofie, de redenering daarachter is eigenlijk van ja, dat lokale verkeer dat stremt of dat remt dat doorgaande verkeer af. Zeker op een ingewikkelde autosnelweg zoals de ring rond Brussel met heel veel op- en afritten kan dat gebeuren. En als je dan dat lokaal verkeer en dat doorgaand verkeer gaat scheiden, dan denkt men van ja, dat moet vlotter gaan. Maar de kritiek is dan wel van als je het zo gaat oplossen, dan moet je extra rijstroken gaan aanleggen. Nog even zeggen, Kathleen, dat deze werken in principe in 2016 zouden moeten aanvangen. Oké, bedankt, Stefan Meerbergen. En aan Dirk van Zundert vroegen we vandaag eens te gaan kijken waar moet al dat extra beton nu komen en staan hier en daar ook praktische bezwaren in de weg. We zijn in 1978. De Brusselse ring is eindelijk af. Hij is ongeveer zoals we hem nu nog altijd kennen, zij het met veel minder verkeer dan vandaag. Veel minder. De ring is het sluitstuk dat van Brussel een moderne hoofdstad zal maken. Is Brussel op verkeersgebied de meest verwende stad van Europa of is ze dat juist niet? Het antwoord luidt, meneer Jambers, toen misschien nog wel, maar vandaag zeker niet meer. Daarom ook dat de Vlaamse regering al jaren broedt op plannen om de verkeersopstopping aan te pakken. En vandaag zijn die plannen dus bekendgemaakt. Er zijn nogal wat voor- en tegenstanders van een verbreding van de ring. Ik ga het erover hebben met Erik Grietes van de Bond Beter Leefmilieu, een tegenstander. Op uw kaart, waar staan we eigenlijk? We staan nu ter hoogte van de luchthaven van Zaventem, boven de Brusselse ring, op de brug van de Haagse Steenweg. Dat is dus hier op mijn kaart. Het verkeer rijdt, wat is het probleem eigenlijk? Het is natuurlijk nog vroeg op de dag, de spits is nog niet echt begonnen. Bovendien is volgende week ook vakantie en is het dus een beetje minder verkeer. Maar je mag er zeker van zijn dat straks hier de files zullen beginnen. Op deze plaats is de ring al breed en hij wordt dus straks waarschijnlijk nog breder als er een splitsing komt van doorgaand verkeer en lokaal verkeer met elk eigen rijvakken. Logisch, zegt professor Tempère van de KU Leuven. Eigenlijk kan het verkeer het minste kwaad als het op een snelweg zit. Prima, maar dan zit je wel met vermenging van verschillende soorten verkeer. Namelijk langafstandsverkeer, verkeer op middellange afstand, korte afstand. En het is dan ook logisch dat als je dat concept wilt verder zetten, dat je voor oplossingen zoekt om dat verkeer niet te hard te mengen. Want als dat mengt, dan creëert dat inefficiënties. Al die in- en uitvoerbewegingen, die zorgen voor knelpunten, voor het slechter functioneren van zo'n wegennet.
Dus als dat toch uw idee is over het uitbaten van een wegennet, dan is het ook verstandig om die stromen uit elkaar te halen. Ik weet niet in hoeverre dat dingen zeg waarvan uw haren ten berge reizen. Ik versta de verkeerskundige logica, maar mijn grootste bekommernis blijft de luchtkwaliteit. Allee, met die ingreep dat ze nu willen doorvoeren, zal hoe dan ook extra verkeer op de ring in het algemeen veroorzaken en dat zal voor een verslechtering van de luchtkwaliteit zorgen. Dat blijkt uit hun eigen milieueffectrapport. De vraag is of je het liever hier doet dan op de parallelwegen waarvan dat je... De vraag is of dat je niet dan eerder naar een systeem doet met minder autoverkeer. Ja, als u mij een manier zegt waarop dat kan, prima. Rekening rijden, zonder meer. Kilometerheffing is volgens mij de uitgelezen kans. En natuurlijk, investeringen in openbaar vervoer, die combinatie. Ja. Dat is het voorstel dat wij verdedigen. En dat is het voorstel dat ik even goed onderschrijf. Dus ik zie eerlijk gezegd het optimaal benutten van capaciteit, uitbouwen en benutten van capaciteit, als een deel van een pakket, van een noodzakelijk pakket, wat ook ingrediënten bevat als een beter openbaar vervoer. In het geval van Brussel, het gewestelijk expresnet. Er wordt al jaren over gesproken, maar het moet er ook effectief komen. Maar ook het moduleren van de vraag door middel van kilometerheffing. Beide specialisten zijn het dus eigenlijk over alles eens, behalve over de verbreding van de ring. Verbreding die trouwens heel problematisch wordt op één bepaalde plek, het viaduct van Vilvoorde. Dat blijft een knelpunt natuurlijk. Hè. Het is een goed idee om die rijbanen te scheiden, maar je hebt er een zekere breedte voor nodig en die is nu eenmaal niet beschikbaar op dat viaduct. En kunt u voorstellen dat het uitbreiden van dat viaduct zodanig... Ja, hoge kosten met zich meebrengt, dat dat absoluut niet opweegt tegen de baten dat dat zou brengen. Dat zal zeker een bottleneck worden. En ik denk dat er nog wel meer bottlenecks zullen ontstaan ook. Ik denk bijvoorbeeld aan alle invalswegen naar Brussel. Daar liggen concrete plannen op tafel om de invalswegen naar Brussel juist te gaan versmallen. En het is duidelijk dat ook daar nieuwe bottlenecks zullen ontstaan die opnieuw files zullen veroorzaken. De milieubeweging gaat nog alle mogelijke procedures aanwenden om de verbreding van de ring aan te vechten.